Goedemorgen kijkers. Het is vandaag 2 februari 2017, de dag nadat wij met het Value Fund ons 10-jarig bestaan hebben gevierd. Ik kom vandaag met een drietal ondernemingen uit onze portefeuille waarvan ik verwacht dat ze in 2017 een goede koersperformance zouden kunnen realiseren nadat het afgelopen jaar wat tegenviel. Om te beginnen Amsterdam Commodities, ACOMO, commodity handelaar die het afgelopen 10 jaar het hoogste rendement in onze portefeuille heeft behaald. Dan moet u denken aan een totaal rendement van bijna 800%. Enorm. En dat is eigenlijk de combinatie van een stringent uitgevoerde strategie waarbij handelsresultaten in vaak minder bekende markten als specerijen, noten, werden gecombineerd met mooie overnames in 2010. 2 bedrijven van Delimaatschappij, waardoor de winstgroei werd versterkt. En die uiteindelijk ook uitzicht boden op een heel mooi dividendrendement van zo'n 4-5% per jaar. Het afgelopen jaar echter zijn die resultaten gestabiliseerd en is de koers getroffen door wat winstnemingen. Maar omdat de waardering nu wat ons betreft weer aantrekkelijk is, denk ik dat 2017 zomaar voor Amsterdam Commodities, ook wel ACOMO, een jaar zal zijn zoals we eigenlijk van ze gewend zijn. Dat betekent dus een jaar waarbij koerswinst kan worden behaald op basis van een hoger dividendrendement. Een tweede kandidaat is wat ons betreft Brunel International, bekend van de detacheringsactiviteiten in Duitsland en Nederland, die op het moment heel goed draaien vanwege de sterke economie. Aan de andere kant is er de energietak, die het afgelopen jaar zwaar onder vuur lag als gevolg van de crisis in de olieprijs. Ik denk dat de reorganisatie die dat onderdeel heeft doorgemaakt dit jaar effect zal gaan sorteren en dat het momentum van Brunel zal gaan verbeteren. Koers is achtergebleven bij collega's als Randstad en Adecco. Ik verwacht daar dit jaar een herstel. Ten slotte een nieuwe naam voor ons, Flow Traders. Een partij die in 2015 een beursgang heeft gemaakt en die het afgelopen jaar qua koersperformance is tegengevallen. Niet zozeer omdat de groei in die markt er niet was, integendeel. De groei in ETF's groeit wereldwijd heel sterk en Flow Traders zal daar wat ons betreft in 2017 en verdere jaren sterk van gaan profiteren. De onderneming is sterk op het gebied van automatisering, cruciaal in die bedrijfstak. En wordt verder gerund door veteranen in het beursvak die het klappen van de zweep kennen. En waarvan wij denken dat de resultaten vanaf dit jaar en zeker 2018 de koers zullen doen stijgen. Wat ons betreft van harte aanbevolen.